Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog weer, denk ik, moet ik het noemen, toch? Vlogtie. Van Project Peanuts. En vandaag gaan wij packhorse doen met Morning Tide Boosters. Want ja, Morning Tide is best wel een vette serie. Maar er zijn twee manieren van packhorse, dus we moeten even kiezen wat we gaan doen. Want de eerste versie is dat je je booster opent. Je hebt maximaal per beurt 4 mana beschikbaar voor je activated abilities. En je mag 1 spel per beurt spelen. For free dus. Dus als je iets hebt van 8 mana, mag je dat gewoon neerleggen. Best wel insane, maar ja, je mag natuurlijk maar 1 spel per beurt doen. Of we doen de traditionele packhorse manier. En dan krijg je 3 mana van elke kleur. Die schud je in je deck, terwijl je niet je booster ziet. En dan ga je gewoon spelen. Zeg maar, ik denk dat het met land enigszins leuker is, want die andere vorm met het gratis spelen is leuker met alle, zeg maar, we zijn met twee. Nee, ik vind juist dat. Oh, je wilt dat? Je wilt? Nou, dat vind ik komisch. Dan gaan we de free mechanic doen, om het zo maar te noemen. Mocht je nog landjes in je booster hebben en je legt die in, dan telt die mee voor je maximale hoeveelheid mana die je hebt voor je activated abilities. Dus stel je hebt een Mutovald, dan heb je dus ook 5 mana beschikbaar. Dus, right. Nou, Tim had al een foil, zei hij. Dus wie weet wat het wordt. Kan. Oh, ik heb ook een foil volgens mij. Je ziet het aan de kromheid van de kaart. Je ziet het gewoon aan de. Ja, ik kan het nu niet omdraaien, maar goed. Dat kan een insane video worden, in principe. Want er zitten 4 of 5 echt dure kaarten in Morningtide. Die andere, ja, niet echt. Maar het zijn wel hele nuttige kaarten. Vind ik. Nou, zeker niet verder van hoor. Ik kan naar ergere series verzinnen. Born of Gods. Nou, zo dan. De starthand is 4 kaarten. Want ja, anders ben je er heel je deck in al bijna. Oh, wie begint? Ik gooi 17. Ja. Oh, dan begin ik wel. Heb je de foil? Ja. Ik laat even mijn hand zien. Die is leuk. En ik begin met een Changeling Sentinel. 3-2 Vigilance Changeling. Dus die is elke creature type. En dan ben jij. Het leuke is dat je dus instant wel kan spelen in de andermans beurt. Want dat is zeg maar jouw ene spel per beurt natuurlijk. Bam! Mirror match. Okay. Ja, verder mag je niet nog. Nee. Nog mee. Tenzij je een land hebt. Dat is geen spel natuurlijk. Kijk. Ik ga mijn rare spelen. Ik gain 10 life. Als ik meer levens heb dan jij, mag ik een 5-5 Giant Warrior inleggen. Ja. Nou, ik sta op 30. Ik doe het wel even zo. Ik sta op 30. En dan val ik wel aan met mijn Changeling Sentinel. Vigilance. Oh ja, Vigilance, heel goed. Valt aan. Lang door. Is 3. Go! Dan Rupiuspa en Equipa. Ja, dat mag dus. Dan is die 6-5. Ja. En dan, ja, best hoor. Maar is 5-3. Oh, ja, je hebt gelijk. Jezus. Ik zat te denken aan andere die. Maar nee. Goed, wil ik daarmee aanvallen op zich? Wel. Ja, ik val hem wel 2 aan. Trucjes. Nou, is goed. Blok. We gaan ze allemaal dood. Okay. Krijg je 3 damage? Ja. Dan gaat hem token. Second main phase. Boetsa. Winnower Patrol. Lees maar even. At the beginning of your upkeep, volgens mij, mag ik de bovenste kaart laten zien als het een creature is. Kijken, je hoeft hem niet te laten zien. Oh, kijken. En al. Dan moet je hem laten zien. Als ik dus laat zien en het klopt, want dan krijgt hij een percent counter. Ik zal hem eventjes. Dat is wel grappig, want. Met die changelings. Ja, changeling. Ik heb ook, tenminste, ik had eventueel synergy met iets. Hey, the rare.
Ik ben benieuwd. Oké. Ik wil wel... Diepte... met... Latchkey? Met prowl? Nee, 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 dat kan ook niet. Nee. Ja. Nou, spannend. Dan... go. Draw. Oh, wacht. Ja, yeah, die trigger is shit. Maar het werkt niet, dus. Oef. Oké. Okay. Interessant. Ik zit net te bedenken dat ik deze kaart gewoon niet kan spelen, want... Ja, geen land. Dus... Goed. Ik ga wel... Ja, ik wil toch wel aanvallen. Met alle twee. Ik ga er gewoon hard in. Ik sta toch op 30. Goed. Neemt 6? Ja. Heb jij ook een fate killers verdiend? Nee. En dan second main phase speel ik een Everbark Shaman. Die kan 3 folk in mijn graveyard exilen om 2 forests op te zoeken in mijn library. Maar ik denk niet dat die erin zitten. En nu de play tap leggen. Nou ben jij. Maar het is wel een 3-5. Dus dat is wel leuk. Oké. Kaart. Ik vind Monitaal wel vetter. Dan wil ik wel de Battle Axe equipen. Die Ferry. Ja. 5-2. Combat size. Attack. Ja, dat is 5 op mijn pakkers. Oké, okay, dan. Ik Notorious Throng. Yeah. Goed. X, Black Fairy Rogue. Ja, die heb je, die Rogue trouwens. In play where extra damage dealt to target opponents. 5. Extra turn! En een extra turn. Holy shit. I thought you strong. Oké. Ja, daar doe ik niet zoveel tegen. Ja, oké. Okay. Ja, heb je 5 genomen? Ik heb 5 genomen. Ik heb 25. Extra turn. Ja, verder kan ik natuurlijk niks doen dan. Dus... Dan ben ik aan het eind van deze eerste breath, die erin flashen. Ja. Of volsnaad. En dan exile ik je Notorious Throng. Just in fucking case. Ja. 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 Fair enough. Oké. Okay. Ga verder. Oké. Ze zijn allemaal flying, hè? Dat is wel put. Ze allemaal flying. Maar je staat op 8, dus op zich... Ja. Is er hoop. Ik kan natuurlijk 10 power leggen. Jezus. Dit was al sick, zeg. Ook zonder die prowl is hij best wel goed. Ja. Dan wil ik ook wel die... Yes. Ja. En dan... val ik aan met alles. Dus voor 10. Ga ik naar 15. Go. Trigger, niet vergeten. Die is 5-2. Ja. Dan wil ik wel Rivals Duel spelen. Choose 2 target creatures. En dan fighten ze eigenlijk in principe. Maar ze mogen geen creature type sharen. Dus ik doe de Everbark met jouw Winnower Patrol. Ja. Dus dan gaat die gewoon dood. Dan heb ik verloren. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. Want dan zijn we 8 en dan... Ja. Nou, ik kan nog, aan 1... ja. Ik kan dan... Eén creature nog 10 damage doen. Die is al fucking hard foil, hè? Dat is een vette foil. Die wil ik trouwens wel, die speel ik. Dus ja, 10 damage en dan neem ik 8 en dan klaar. Echt een leuke. Dat was mijn volgende kaart. Ja, die heb ik ook. Die heb ik ook, die kan je niet spelen. Nee. Tenzij je land. Ik had deze nog. Ik had dit. Even kijken. En ook een Graceful Reprieve foil. Ook een lijstje. Die puzzel die is goed. Goed vindt. Zo.
Ik had nog die, die Paragon, die is ook sick. Ah ja, die is... Leuk met trommel. Die heeft al... hoe heet die kaart ook weer? Skullbriar Potential. Ja, of... trouwens eigenlijk wel... Ik had nog ietsjes meer speling gehad trouwens eigenlijk, want ik ook ben vergeten om die instant te equippen. Maar natuurlijk die Fearful dood kunnen... dan had ik die andere gedaan. Hmm? Die Disdain had ik dan gedaan. Disdain? Oh, die. So much for the pack wars. Peanut is victorious. Tim moet huilen. Nou ja, dat had ik wel mee. Leuk dat je even keek naar deze pack wars vlog. Wij gaan nog eventjes traden, want ja, ik moet natuurlijk wel die throng aanruilen natuurlijk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Wil je ook nog doei zeggen? Nee. Nee, dat hoeft ook niet.